Vanavond in Ga eens naar bed met een cabaretier, Theater Pepijn in Den Haag, opgericht door Paul van Vliet, bestaat dit jaar 40 jaar. Muzikante en cabaretier Dorien Wiersma werkt aan haar eerste avondvullende voorstelling. Joep van het Hek. En Erik van Muiswinkel keert terug naar de plek waar hij met zak en as de voorronde speelde van het Leids Cabaret Festival in 1985. Ik heb wel echt op de een of andere manier in mijn hoofd dat al die plekken in Noord-Holland waar je speelt, ook dat het daar altijd mist of sneeuwt of regent. En zomers zal er dan wel een hittegolf zijn, ik weet het niet. 15 jaar voordat Zak en As in de Theaterkerk optrad, nam Nederlands Hoop in bange dagen er de LP Live in Wadwaai op. En eigenlijk zouden ze deze plaat, die zouden ze hier gewoon vast in de kleedkamer moeten hangen. Want dit was de eerste keer dat het dorpje Wadwaai in Noord-Holland wereldberoemd werd. Met Freek en Bram. Ik kende dat wel, want ik had al die platen wel. En ik heb ook allemaal cabaretjes gemaakt vroeger die behoorlijk leunden op Freek en Bram toen ik een jaar 14 was, 15. De geest van Freek en Bram, voor mijn gevoel, hing hier nog wel een beetje. En je wist gewoon dat ze ook op die rare grafsteen hadden staan dansen. De nacht is lang en eindeloos, de regen. Vijf jongens, vijf maanden op tournee. Erik van Muiswinkel speelde met Erik Eigenraam en Justus van Oel in Zak en As en herinnert zich de nazit van de voorronde in Wadwaai nog als de dag van gisteren. Nee, wat we van de avond zelf van Wadwaai echt het meeste bijstaat, dat was de nazit in de vriendschap met die jenever. Dan neem je het hele cabaret door en alles, iedereen wordt even besproken. Van der Merwe liet zich ook al na een halve fles wel ontvallen. Ze hadden ze dan allemaal gezien, maar wij gingen dat festival gewoon winnen. Dat mocht hij natuurlijk ook helemaal niet zeggen. Maar dat was dan wel even een uitgemaakte zaak. Terwijl er nog best een paar geestige mensen meededen toen. Die later die finale haalden. Maar dat jaar moesten wij dat wel winnen. Dat kon bijna niet anders. Ja, en the rest is history. Achtung! Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-ra-pa. Dan hoor ik opeens dat Teutoonse accent. Dan ruik ik die anjer, dan zie ik die vent. Dan denk ik, o jeetje, mijn hemel, ach het. Maar wat heeft in godsnaam Prins Bernhard voor nut? Echt helemaal voor het eerst was ik eigenlijk 5. Toen heb ik op een tafel een gedicht voorgedragen. Op een familiedag. En dat is denk ik de eerste keer geweest dat ik echt in het openbaar optrad. Maar een cabaretje, een uur lang liedjes en geintjes en natuurlijk een verkledingje en iemand nadoen. Toen was ik 11. En toen had ik op school al wel zo hier en daar wat gedaan. Maar ik had een begaafd vriendje die mij daarvoor vroeg. Die was 14 of zo. Die speelde piano, die schreef teksten, die deed van alles. En die kon mij goed gebruiken. En denk een jaar of 3, 4 later herhaalde zich de geschiedenis. Want toen kwam een nieuwe begaafde vriendje, Justus van Oel. En die had mij ook weer nodig om zijn werk uit te voeren. Het ging over politiek, over moraal. Een voorbeeld? Nou, we hadden, dat was van iets later, ons lied over de doodstraf van Justus. Maar in die allereerste, zelfs in de finale van het festival, zat een soort epos over een bijstandsmoeder. En het was toen crisis, hè? Dat zou je bijna vergeten, maar zogenaamd was het crisis. Dat was grote werkloosheid, dat wel, moeten we toegeven. En ons enige devies is geld verdienen aan de crisis. Dat waren regels uit het openingslied. Dus wij werden toen als zeer geëngageerd gezien, hè? Dat was het ook wel. We wonden ons ook wel over van alles op. En Justus zei ook al in een interview, zei, de krant schrijft ons programma. Dus doe wat je wil, het maakt geen verschil, het noodlot geeft ieder het zijne.
Wij zijn een verhaal zonder doel of moraal, maar God zij dank wel met een einde. Een lachbare. Het wezenlijke probleem van de moordenaar is dat de moderne mens weigert om de dood te accepteren. Maar over een slordige 3 miljard jaar houdt de zon voorgoed op met schijnen. Dan kruipen wij klam voor het laatst bij elkaar en zullen voor eeuwig verdwijnen. Nog een paar jaar geduld, dan verdwijnt alle schuld in het niets van het einde der tijden. En als ik aan de hemel denk, dan zie ik een enorme prachtige tuin voor me. Helemaal geasfalteerd, zodat we eindelijk vrij zijn. Er zijn boeken gevuld over boete en schuld, maar ook over borsten en billen. De bittere pil wordt een beetje verguld en meer kan een mens toch niet willen. Ja, Sakkenaas stopte in eind 91, geloof ik, een slotvoorstelling in Tilburg. Nou, dat was vrij emotioneel, want we hadden 6 jaar lang echt lief en leed gedeeld. En Justus wou die kant verder op, die wou toneel gaan schrijven. En dat heeft hij ook gedaan, tot op de dag van vandaag. Scenario's, toneel. En daar gelden andere wetten voor dan het cabaret. Maar ik wilde nog wel, want dat was mijn kracht. Ik zat nog niet te denken aan echt acteren. Ik wou het cabaret in. En ik was intussen Margot Ros tegengekomen. En dat vond ik een geweldige actrice. Die had weer nog nooit cabaret gedaan. Terwijl ze notabene de Kleinkunstacademie had afgemaakt. Maar strikt cabaret, een beetje in de ouderwetse zin van het woord, had ze nooit gedaan. En toen zijn wij samen een voorstelling gaan maken. En dan willen ze met een rijen, willen ze opzij, 5, 7, 9, kom ik langs 3 miljard ballen en 6 blauwspoelingen. Nee. Geen gezicht, nee. En niks niet. Ik wilde eerst een enorme, scherpe satire maken op het studiowerk op de televisie, want dat had ik net allemaal achter de rug. Dus dat gepiel in de studio's en de grote verschillen met theater, dat wou ik op de een of andere manier duidelijk maken. Ja, en achteraf is het een soort hele lange komische sketch geworden. Toen dacht ik, dan maar een keer zelf. En toen heb ik wel weer gewoon Justus van Oel opgezocht. En die vond het een prachtig idee. Die ging voor mij een stuk schrijven. Een eenmans toneelstuk. Waarin ik zelf dan alle 6 de rollen zou spelen. 70 jaar heel wat bij te praten. Naarmate de stapel videobanden met Erik steeds kleiner. Ik had sterker gevoel. Leuk jullie allemaal weer te zien. Mijn intuïtie bedroog me dus niet, want ik voelde heel goed na ongeveer een half seizoen Mensenvriend in mijn eentje op het podium, dat ik voelde me daar niet helemaal kits bij. In mijn eentje op dat podium. En ik sprak Diederik dus gewoon 3 keer per week. En op een dag zeg je, zullen we nou niet dat programma wat we al 10 jaar geleden in de auto hadden bedacht, toch maar gaan spelen. Ja, en bedankt maar weer. Goedenavond. Vanavond in het Lagerhuis weer een spannend debat. En ik ga het in onze intellectuele arena vanavond opnemen tegen een authentieke Australische aboriginal. Daar zit hij. Een geduchte tegenstander heb ik me laten vertellen. En ik ga met deze man in debat over de toenemende individualisering van de westerse samenleving enerzijds, tegenover het collectivistische levensgevoel dat wij in extreem primitieve samenlevingen helaas nog maar al te vaak aantreffen, anderzijds. Zo, het lastigste gedeelte van het debat zit er denk ik wel weer op. Meneer de aboriginal, stel nou eens, en dan zou ik het langzamerhand wel heel plezierig vinden als u mij 1 keertje uit wilt spreken. Ja, toen ik met Diederik weer begon, hebben we inderdaad sketches gespeeld, liedjes. In dat opzicht was het vrij ouderwets, maar we hadden dan wel de hele avond één bepaald thema. Mannen van de wereld, inboorlingen, het Westen tegenover de rest van de wereld. Geschiedenis, een rode draad, laten we dat bijgeloven, man op de maan. En dat beviel ons heel goed. En toch hebben we met Mannen met vaste lasten weer een heel andere soort voorstelling gemaakt. Oh, Gandalf, now I've got the Ring of Power. What shall I do with it? Destroy it in the fires where it was made ages ago. Run, Frodo, as quickly as you can. Black riders are approaching the Shire. Give us the ring.
Frodo Baggins. En dit is alweer de eerste aflevering van Willemse Boekenhoekje. Ja, jongens en meisjes, deze week heb Willem voor jullie gelezen The Lord of the Rings van Tolkien. En hoe dat meisje van de achternaam heet, dat zeggen we er lekker niet bij. Maar ze heet Tolkien en ze heeft een boek geschreven over Frodo. En dat is namelijk een hobbit. Dus dat is geen konijn. En nou helemaal geen kabouter. Maar het is gewoon een hobbit. En die krijgt op de eerste bladzij gelijk van zijn oom Bilbo een ring. Dus dan denk je, nou, dat is mooi, Frodo, steek hem in je zak en lult er niet meer over. Maar die ring, dat is natuurlijk een toverring. Want dat had de tovenaar Gandalf, die had er gelijk al gezien, want die was aankomen boemelen op zijn oude boemelkar. Ja, die Gandalf, die komt een beetje logeren in Frodo's holletje. Nou, het is gewoon een oude poep. Gewoon een oude poepstampert met een puntmuts, dat is het gewoon. Maar die had het gelijk gezien, want die haalt die ring uit een sortiment van gloeiend hete open haard. Maar die hele ring is geen eens heet. Dus die Gandalf denkt bij zijn eigen, godverdimme, het is een toverring. Want anders had ik mijn klauwen wel verbrand. Nou, er staat er ook met grote letters op. Ik lijk dan wel een lelijk ding, maar nee, ik ben een toverring. Dus die Gandalf zegt, jullie moeten dat ding als de sodemieterij gaan vernietigen. Want anders dan word je onzichtbaar en nee, de pop aan het dansen. Nou, je kunt hem alleen maar vernietigen door hem in een hele andere open haard te gooien. Maar die andere open haard, die is zo godskoleren eind weg, dat ze doen er een hele boek over om erheen te lopen. Ik denk niet dat ik zoveel anders op het podium sta dan vroeger. Voor zover ik daar echt iets anders in kan doen en dingen moet leren, zal dat liggen op het gebied van acteren. Met hele andere regisseurs, onder hele andere omstandigheden, voor een film of misschien ooit een toneelstuk, dat soort dingen. Dan moet ik echt anders worden. Maar op het cabaretpodium, ook nu met Diederik, je leert hoogstens je meer op je gemak te voelen en je leert nog eens hier en daar een trucje om jezelf nog weer meer te beheersen of om ontspannender te zijn. Maar ik geloof ook als ik oude bandjes terughoor dat ik in wezen nog altijd met dezelfde state of mind op het podium sta. Weet je wat het is met Nederland? Het is te klein. Het is te druk. Het is te lelijk. En ze maken het je tegen. Er is in Nederland een heel klein clubje hoge mensen. Die scheppen er behagen in om voor elke scheet die jij laat 10 formulieren te bedenken. Zo van, hoe laat niet u de scheet? En wat was het precies voor scheet? En heb u al eens eerder zo'n scheet gelaten? En was u van plan het lopende kalenderjaar nog meerdere van deze scheeten te laten? Je wordt er scheidziek van. Nederland is een heel benauwend land. Sta je met 1000 man op de roltrap, ik wil er gelijk weer af. Ik heb mijn auto in de tunnel, ik weet niet hoe snel ik er weer uit moet komen. Overal mensen. Ik had het als kind al. Ik heb mijn hele jeugd met 4 broertjes op 1 kamer moeten slapen. Nooit een plekje voor jezelf. Dan loop je geestelijk gewoon blauw aan, hoor. Ik zeg, ik was zover, 12 jaar terug, was ik er rijp voor om eruit te stappen. Ik wist niet meer hoe het moest. Ik liep met mezelf onder mijn arm over straat. Totaal wanhopig. Ik ga nog 1 keer een bioscoop binnen. Ik denk, ik pik nog 1 filmpje voor ik aan het gas ga. En toen heb ik daar al in de bioscoop een ervaring gekend, dat durf ik gerust te zeggen, waardoor ik hierna nog zit. Ik kreeg daar al in de bioscoop een voorfilmpje te zien van de Camel Trophy. Ik weet niet of je dat kent, de Camel Trophy. Dat is uniek. De Camel Trophy, daar ga je met allemaal grote jeeps, ga je zo ver mogelijk weg van Nederland, dat sprak mij gelijk al enorm aan, ga je in zo groot mogelijke landen zo hard mogelijk heen en weer rijden. Ik zag dat gebeuren op het witte doek. Ik denk, dit is geen toeval. De Heer Jezus geeft mij nog 1 kans. Ik schrijf me in. Gelijk het jaar erop mocht ik meedoen. De Heer zei geloof en geprezen, zeg. Moesten we naar de Soedan. Weet je nog wat je kent? De Soedan. Dat is uniek. De Soedan, dat is 35 keer zo groot als Nederland. Daar gaat Nederland 20, 30 keer in. Daar hou je waarschijnlijk nog ruimte over ook. Zo groot is dat. Flikken ze ons daar nou, zeg. In die Soedan moesten we met de hele trofie, moesten we over 1 bepaald weggetje. En aan dat weggetje lag een dorpje en dat hadden ze gewoon laten staan. Terwijl ze wisten dat wij daar doorheen zouden komen. Maar een hoop hinder ondervonden, hoor, daar in die woestijn. Je had er ook nomaden. Ik weet niet of je die kent, nomaden. Dat zijn unieke mensen, nomaden. Die wonen in tenten, hè. Die hadden nog nooit van hun leven zoiets gezien. Die zagen in ene zo 25 van die horizontale flatgebouwen op wielen zo.
met 190 per uur door het stelletje Socotera tenten van zijn daveren, hè? En achteraf ook weer van dit en dat en mijn tent is plat en mijn ossen aan repen en ik kan mijn zoontje nergens meer vinden. Ik zeg, wees nou toch eens een keertje reëel. Ik zeg, jullie wonen hier in de woestijn. Jullie zien ons hier op 80 kilometer afstand in de verte lang komen stuiven. Je zit dan zoveel moeite om dat hele circus Sarasani 2 kilometer verderop neer te zetten. Ik zeg, bovendien, jullie zijn nomaden. Jullie worden geacht het hele jaar rond te trekken, maar net als wij eraan komen, verzet je geen poot. En elk jaar hetzelfde gezeik, hoor. Een jaar later stond ik op Papua-Nieuw-Guinea weer een kwartier in de berg om bij een of andere opgewonden peniskoker van mijn spoilers te krabben. En dan hoeft het voor mij gewoon niet meer. Dan is de aardigheid er gewoon af. Ik vraag niet veel. 1 keer per jaar wil ik opgaan in de kosmische harmonie en 1 worden met de natuur. Liefst met zo hoog mogelijke snelheid. Meer vraag ik niet. En het schijnt gewoon niet meer te kunnen. Dus nu ben ik in armoede, ben ik maar lid geworden van Greenpeace. Ik weet niet of je kent Greenpeace. Het is een unieke club. Greenpeace is eigenlijk zo'n beetje de laatste club waar je nog ongehinderd en gesubsidieerd in grote rubberboten over de wereldzee kan stuiteren. En dat kost een paar centen, hoor, het lidmaatschap van Greenpeace. Maar dan heb je ook wel wat, hoor. Komend voorjaar, kan ik me nou alweer op verheugen, hebben we afgesproken met een stel Noren en een stel Japanners bij Nova Zembla voor een unieke potvisrally. Die potvissen die schijten zo in hun broek, die liggen nog voor Pasen op Ameland. Ik hou van geluiden. Ik vind het grappig om te onderzoeken en vooral ook leuk om daar dingen van te maken. Een soort instrumenten uit te vinden. Ik vind die stenen echt een hele mooie klank. Het is helder, het is hard, het klinkt door, het heeft een mooie sustain. Ja, ik weet niet, het doet wat met je, het doet wat met mij. Vroeger wou ik als 11-jarige natuurlijk, weet je wel, wat alle meisjes volgens mij willen. Ook geoloog worden, weet je wel, worden wat je vader wil. En op zich, mijn vader heeft ons altijd vroeger heel veel op sleeptouw genomen. Echt elke vakantie ging gewoon over het zoeken naar stenen. En dat was altijd het hogere doel. De mannen zijn broeds- en vogelvrij. Fladderend op zoek naar het juiste ei. Ze willen nesten bouwen, trouwen en een kleine erbij. Ze hebben haast. Dus ze vragen mij, meteen al naar mijn leeftijd bij het eerste glas. Ben je 35? Ik dacht dat je jonger was. Uit de macht, der gewoonte veer ik op. Het is best een leuke jongen, hij heeft best een goede kop. Bij het tweede glas gaat hij dieper op me in. Hij vraagt me hoe ik heet, wat ik doe en in één zin of ik verliefd, verloofd ben, verlaten of getrouwd. Het gesprek wordt in razend tempo opgebouwd. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bij het derde biertje komt het hoge woord eruit. Wil je eigenlijk kinderen? Hij daalt met zijn stemgeluid. Eigenlijk niet, zeg ik met een lichte blos. Hij vraagt waarom niet en dan ga ik even los. Zou jij zin hebben, vraag ik in een hele dikke pens. Je lichaam willen lenen voor die ene diepe wens. Dwars door midden willen scheuren voor het baren van een spruit. Het blijft even stil. Maar dan lacht hij me uit. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hij zegt, grappig meisje, dat is toch niet relevant. Ik heb geen eierstokken en geen baarmoederwand. Ik heb wel een kasteel en al bijna 1 miljoen en ben bereid om het rustiger aan te doen. Tja, vader worden lijkt mij ook ontzettend leuk, zeg ik aangeschoten, driftig trekkend aan mijn peuk. Maar moeder worden lijkt me bijna niet te doen. Als ga ik Johan Friso of de man van 6 miljoen. Het vierde biertje heb ik nooit meer geproefd. De vogel is gevlogen naar een ander gezoefd. Maar op mijn schouder voel ik alweer een tik. Zeg, hoe oud ben jij? 45, zeg ik. Ik vind mezelf meer een liedjeschrijver dan een cabaretier.
Ik heb conservatoriumopleiding gedaan en ja, ik wilde gewoon altijd gitarist worden. Kijk, het is natuurlijk wel de bedoeling dat het dan doodstil is, hè? Dat is klassieke muziek. Het verdient hem nou een beetje meer respect. Voor straf doe ik nog een stukje. Zo dol op klassieke muziek. Ik studeer elke dag, ik ben reuze fanatiek. En het eelt op mijn vingers, dat groeit met het jaar. Dat gebeurt bij klassiek gitaar. Af en toe word ik moe van dat vele gepiel. Ik heb zelf ook gevoelige snaren. Ik studeer als een tiet op die kut klote suite. Ik heb geen eelt meer, maar brandende blaren. Soms gooi ik mijn gitaar overstuur in een hoek en dan ga ik me stevig bezatten als een ware artiest die zich even verliest. Dat soort dingetjes horen erbij. Wat ik nu graag zou willen bereiken is een avondvullend programma. En ja, weet je wel, daar ben ik gewoon nu ook voor aan het schrijven. Ik ga er volgend jaar een paar keer try-outen, maar ik ga ook nog op tournee met iemand anders. En ja, waarschijnlijk ook nog wel wat cabaret-stafetten doen. En, dus het wordt eigenlijk een heel gevarieerd jaar. En dan hoop ik eigenlijk het jaar erop echt avondvullend te kunnen gaan, solo. Eind van dit jaar bestaat Theater Pepijn in Den Haag 40 jaar. Dit theater is opgericht door Paul van Vliet en werd een belangrijk podium voor veel cabaretiers die hun carrière hier begonnen. En deze rol vervult het theater vandaag de dag nog steeds. Zo'n klein theater, daar zaan ik je al jaren over door. Een klein theatertje, maar de argumenten tegen. Wegen zwaarder dan ervoor, want als je ze vertelt van je theatertje, dan zeggen ze, kom je wel overheen. Wat een theatertje, ja, een klein theater. Ik heb eerst gezocht naar mijn beide voorletters, PP, of ik daar iets mee kon doen. Dan had ik bedacht, we noemen het Theater PP. En toen las ik in een woordenboek Pepijn. Dacht, klinkt leuk. Zitten mijn voorletters in, dus we doen het met, als we het schrijven, met twee hoofdletters. En daarna bleek dat er ook nog Pep en Pijn in zat. En de betekenis is kleine zoon. En dat vond ik voor een klein theatertje ook wel een leuk begrip. En toen ik hier begon in 1964, bij de eerste voorstelling, dat het ja, een droom komt uit. Dit heb ik eigenlijk altijd gewild en nou is het zover. Nou, de eerste 7 jaren waren ontzettend heftig. We hebben hier het van nul af aan opgebouwd. Het was een kaal pakhuis. We hebben hier met heel veel moeite een theater ervan gemaakt. Theatertje, ik lijk eigenlijk wel gek. Met zo'n theatertje schei uit een klein theatertje. En al dat zenuwleien en die zorgen op mijn nek. Dit is het dan, of liever gezegd, dit wordt het dan. Het eerste Haagse kleinkunsttheatertje, Theater Pepijn. Wat wij half december hier in Den Haag in het hartje van het hart van Holland hopen te openen. Nieuwe Schoolstraat 21 tot 23. Het is een oud pakhuis wat op het ogenblik wordt verbouwd. En van buiten is er nog niet zoveel te zien behalve de gevel van dit oude pakhuis. Maar ik wil u graag uitnodigen om met mij even een kijkje te komen nemen binnen. Hoe te midden van de grote rommel daar toch het theatertje al een beetje zichtbaar wordt. Op de plaats waar men nu bezig is met het groot grondverzet, hopen wij straks bezig te zijn met het groot koffieverzet. Het is namelijk de ruimte die bestemd is voor de foyer die bij ons theatertje gaat behoren. En toen het op 18 december openging, dat was de dag dat het grootste theater van Den Haag afbrandde, het gebouw van KNW. En burgemeester Koolschoten die zou de opening verrichten, maar die moest bij de brand zijn als hoofd van de brandweer. Maar kwam toch aan het eind van de voorstelling nog. Nat bestoven van het bluswater het kleine toneetje op en sprak toen de historische woorden. La grande reine en mocht vive le petit prince.
In een dag en een nacht kan alles gebeuren. Geboren worden. Wakker worden. Groter worden. Groot. Ouder worden. Kleiner worden. Stakker worden. Dood. We hebben hier 7 jaar gespeeld. We deden alles zelf. De kaartverkoop, de kassa, de bar. We hielden het zelf schoon. Hadden daar ook een nauwgezette dienstregeling voor. Lise Loren deed de zaal. Ik deed de toiletroepen en de bar. Vert Hugas deed de afrekening. En pianist Rob van Kreeveld hoefde niks te doen. Waarom weet ik nog steeds niet, maar die was vrijgesteld. Wij speelden 6 tot 7 dagen in de week. 8 maanden soms. Ook de zomer door. Maar toen de vaste bespeler weg was, was het moeilijk financieel om het open te houden. En ik heb met heel veel moeite geprobeerd om dat te doen. Ik heb toen geprobeerd om de gemeente te overtuigen dat het toch zinvol was om een eigen cabarettheater in Den Haag te hebben. Dat het een kweekvijver was, een springplanktheater voor jong talent, wat toch ergens een plek moest hebben waar ze konden oefenen, waar ze 's nachts door konden gaan, waar ze ook op hun bek konden gaan. Wat belangrijk is, dat je in een beschermde omgeving van alles uit kunt proberen. Er zijn ook een aantal jongens hier echt begonnen, zoals Joep van het Hek. Eerste avond zonder 1 kaartje. Nu onbegrijpelijk. Hij zat hier toen heel mismoedig in het baadje waar we nu zitten. En om 8:45 kwamen er 2 of 4 mensen, geloof ik, uit Tilburg nog. En toen zei hij, dat vond ik wel geestig, toen zei hij, hij is al begonnen. En toen heeft hij na een paar minuten gezegd, ik zal het maar zeggen, ik ben Joep van het Hek. En toen heeft hij toch gespeeld voor 4 mensen. Wat wel van. Volk! Jack Spijkerman stond aan het begin van zijn carrière met Dubbel en Dwars ook op de planken van Theater Pepijn. Tijd geleden. Even kijken hoor. Ja, ik ga de baanloze dingen misschien even afzetten, want ik wou je even uitleggen. Helemaal. Helemaal geschilderd. Al die raampjes. Jee, mag hij. Die deur. Kan die deur nog open even indrappen? Wij deden een voorstelling een keer hier. Stonden op het podium. En achter die deur was iets herrie, kabal. En toen op een gegeven moment ben ik er maar eens heen gegaan. Door die deur open is er een Braziliaans carnaval er aan de gang. Hebben we al het publiek meegenomen? Hier, samen. Kom maar, we gaan een Braziliaans carnaval. Hier ben ik uitgekomen. Hierachter. En hierachter was een Braziliaans carnaval. Hebben we 1,5 uur met het hele publiek geen voorstelling gedaan. Hebben meegedanst en... Niet mee naar binnen genomen hier. Nou, op een gegeven moment zijn we ook met mensen daarvan hierheen gegaan. Het is een ontzettend leuke avond geworden. Dubbel en Dwars hadden we dat Leids Cabaret Festival gewonnen op een gegeven moment. En toen gingen we dat kleine circuit in, dat jongerencentra. En ook een paar kleine theatertjes. En toen mochten we op een gegeven moment in Pepijn. En dat was wat hoor. Jemig, dat was toch een bekend theater. Dat was het theater waar Paul van Vliet. En dat was een grote naam. En dan mochten wij. Dus we hadden daar beelden bij van, oh jongen, dat... En toen was dit het. En dat was eigenlijk verschrikkelijk leuk, want we hebben hier verschrikkelijk leuke voorstellingen gedaan. Maar weet je nog hoe dat voelde, toen je zo de eerste keer in de kamer spelen? Ja, kom je buiten, er hangen de affiches, hingen in die wanden. Dan zag je naam, Dubbel en Dwars. Nou tellen we dus echt mee. Het was mooi weer, op een zaterdagmiddag, we hadden het decor een beetje neergezet. En we zitten buiten nog even. En daar komt Paul van Vliet. Ik sta net te vertellen, Paul. De eerste keer dat ik jou ontmoette hier. Ja. Kan het zijn dat je toen een Peugeot reed? Ja. Heb ik onthouden? Wat leuk dat je dat hebt. Ja. En ik zie de Peugeot stoppen en dan stap jij uit. Een beetje zenuwachtig. Ik dacht, ja, dat dacht meneer van Vliet. En toen zei jij, zo, ben jij nou die Jack Spijkerman? Ja. Nou joh, doe je best. En toen heb ik s'avonds mijn moeder gebeld. Ik zei, we zijn in Den Haag en... Paul van Vliet kwam even langs. En toen zei ze, nou, wat zei die? Nou, hij zei, zo, ben jij nou die Jack Spijkerman? Toen zei ze, ja, dat dacht ik wel. Ja. Nou ja, joh, volgende keer beter. Ik dacht dat het heel negatief was. Nee. Ja. Hoe lang is dat geleden, Jack? 1982. 82. Wel wat gebeurt met je? Jong, een stukje ouder worden. God ging dood. Ik stond op.
dan hebben we ook 56 coupletten fraternité, 84 coupletten liberté met bijpassende gebaren en dansjes, want je doet de gekste dingen om de mensen nog maar een actie te krijgen. Ik heb hier, en dat is het allerbelangrijkste, denk ik, mijn carrière kunnen opbouwen in een betrekkelijke rust en in een beetje buiten de grote publiciteit. Ik heb hier mijn talent kunnen testen. Ik heb hier kunnen vaststellen of ik het werkelijk kon. Ik heb ook hier echt het vak kunnen leven zoals het bedoeld is. Echt dag en nacht doorgaan. Helemaal vervuld van... Ja, dat theatertje en dat beroep wat ik had gekozen. Hier werd het waar. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat Pepijn heeft bijgedragen. En een hoop grappen bij ons in de commune, man. Om de lopende band. En ik mag er wel verklappen dat ik dan een van de gangmakers daar ben. Toevallig wel, weet je. Wacht, laat ik eens denken. Misschien heb ik wel een voorbeeld van zo'n grap die ik dan hier, ik Bram dan hier zo in de commune gemaakt heb, weet je. Dan moet ik voor jullie een sterke uitzoeken, weet je. Moet je me even rustig laten denken, weet je. Denk maar even mee, all together, weet je. Oh ja, wacht, ik weet er een. Die grap is zo goed, joh. Die grap, dat kan helemaal niet meer, weet je. Nee, wacht, dan kom ik helemaal voor naar voren. Ja, joh, moet je horen, dat was verleden week, weet je wel. Ja, het is te gek, hè. Moet je horen, toen komt Thijs Overmaat, die komt bij me. Ken je Thijs van Ten 2? Zij kent Thijs, weet je wel. Ja, zij is van Ten 13, zit buiten het hek, weet je wel. Dan moet je horen wat ik tegenover Thijs gemaakt heb, joh. Dat was zo goed, joh. Thijs komt namelijk bij me, moet je horen. En Thijs zegt tegen mij, Bram, heb jij nog stuf? Ik zeg, Thijs, voor jou wel tijd. En ik geef hem een vlakgom. Ja hoor, dit was het. Hier. Volgende week is er uitgebreide aandacht voor Niet uit het raam. Maar het was wit en het zag er heel anders uit. Dus het was ook zwart. Nee, het was wit. Wat? Stad Schouwburg. Oh ja, Stad Schouwburg hebben we ook gespeeld. Ja. Hey, en eventjes serieus, ik heb ook nog gespeeld in het oude Lido. Hier om de hoek zit de Melkweg. Daar hebben wij opgetreden met de band. Ja. Melkweg. Moet je nou eens kijken hoe dit ligt. Dit is toch een fantastisch theater. Ja. Dit is geweldig. Dit was Je van Het. En kijk, als je even draait, daar Paradiso. Heb je Paradiso. En we ook op gebreken. Het is wel raar is dat je de eerste 10 minuten dat je hier begint, ben je toch geïntimideerd door het gebouw. Ja. Dat je nog zo'n grote bek hebben en al een programma hier doen wat je al 100 keer hebt gespeeld. Oplopen en die zaal voelen en mensen klappen en je voelt het naar beneden donderen. Denk je, dat is intimiderend. Nou, het bordje is wel heel mooi om even te filmen, hoor. Ja. Dit zijn weinig theaters dat je dit leest. Danger, it is absolutely forbidden to use this passage during the tiger and lion race. Meer cabaret vindt u op de nieuwe cabaretportal van de VARA. Honderden fragmenten van vele cabaretiers kunt u bekijken via varieté.vara.nl. In Cinema 3, Café de la Plaine.
Zet op zaterdag ook eens de matinee op het lijstje. Dat nog. Elke week een bijzonder concert rechtstreeks vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Vraag de brochure voor het nieuwe seizoen aan via radio4.nl of 035 6775 048. Whiskas heeft iets nieuws. Diner voor twee. Dubbel grote maaltijdzakjes waar precies genoeg in zit voor twee katten. Kijk nu op whiskas.nl voor een gratis dubbelgroot maaltijdzakje. DA doet je goed. Middag. Kans gemist, haar zie je hier voorlopig niet terug. Maar hoezo? Zij gebruikt Dreft. Ach, met elke fles duurt er even lang. Niet waar. Eén druppel Dreft is zo krachtig tegen vet dat het wel tot drie keer langer meegaat. En het toch niet drie keer zoveel kost. Drie keer langer. Vandaag zie je haar. Nieuwe Dreft gaat langer mee. En dat scheelt ook in de portemonnee. Wie kan rekenen, rekent op Dreft. DA doet je goed. Deze week met 100% color van Garnier. Nu alle kleuren €5,99 plus extra Mamma Mia spaarpunt. Het net blijft stunten, want Nederland, let op, tijdelijk ADSL van 1995 voor 1495 met gratis modem. Kies daarom nu voor ADSL van het net. We moeten elke dag voldoende fruit en verse groenten eten. Helaas lukt dat niet altijd. Daarom is er Centrum. Centrum bevat 31 belangrijke vitamine en mineralen op precies 100% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Eén tablet Centrum is de ideale aanvulling op uw dagelijkse voeding. Centrum. Compleet van A tot zink. Dus voor je huid heb je vocht nodig? En vitamine? Of nog beter UV-bescherming? Kijk eens wat die vrouw daar heeft. Dat is Compleet. Alles in één. Compleet van Olaas. Hydratatie, UV-bescherming en vitamine C en E. Alles wat je nodig hebt voor een mooie huid. Compleet van Olaas. Uit liefde voor je huid. We hebben weinig tijd. En moeten heel veel. Dan kun je wel iets extra's gebruiken. Daar heeft Centrum iets nieuws voor. Centrum Performance. De complete dosering vitamines en mineralen van Centrum. Met ginseng voor vitaliteit en ginkgo biloba voor concentratie. Centrum Performance. Oh, golly, my main man. You're fucking with the wrong cop. To educate. De la merde. To motivate. It's been boring. And to... Hooray. The guy's an idiot. Hallo. Ali in the USA. Elke zondag 10:10 bij de VPRO. Vanavond in Ga eens naar bed met een cabaretier, Ronald Goedemond, de winnaar van Kamaretten 2003, De Vliegende Panters, speciale aandacht voor het gebruik van persiflages in het cabaret en een terugblik op de carrière van Nur. Kijk, nu is het allemaal veel mooier ook. Het was een oude bende, maar hier is het ongelooflijk, man. Ik herken het niet eens meer. Dan moeten we hierin. Wacht, hier kon je het toneel. Hier, kijk, nou, dat weet ik nog. Ja, en dan flikkerde je altijd van het trappetje af. Ja. Tenminste, ik. Want hier was ook nog een... Hier kwamen we uit. Het is een soort... Hier kwamen we uit. Hier kwamen we hier kwamen uit. Ja. Gaan we op, ik ga naar die kleefzaal. Zeg ook een enorme... Maar ik ga nu even zo. Ja, nu zo. Want nou wil ik die zaal zien. Jee, wat hebben ze nou? Wat hebben ze nou gedaan? Ze gele stoelen. Jongen. Weet je, die rode stoelen die een beetje naar achteren komen. Ja, maar het was nooit, je had ook niet een doel om ergens te komen. Je deed gewoon
wat je leuk vond. En, je had, en de andere, de echte grote. Toen was er niet een hele grote groep van bekende cabaretiers. En degene die aan de top stonden, die stonden zo mijlen ver van ons af. Je had nooit het idee dat je daar ooit nog naast zou kunnen komen zitten. Of dat je daar ooit mee zou praten. Of dat waren echt de allergrootste. En wij deden onze dingetjes in kleine zalen. En we hadden een baan naast. En ons werk was ook lesgeven. Dat was iets heel anders. Ja. En dit deed je erbij. Het is een hobby. Dit is eerst de recensie de Volkskrant van Patrick van Hanenberg. Oh ja, dat is de kijk, hoor. Cabaret tussen het hoofdgerecht en het dessert. Dat was in Iboya. In Iboya. Ja. Wordt het al oud? Iboya, dat was een soort. Ja, wat was het? Dat was een beetje een rare tent ergens op het Leidseplein. Dat was achteraf. En daar had je één keer de week een salsa band. Het kwamen allemaal grote negers. En daar had je een restaurant. En dan. Daar kwamen dan 12 mensen. En dan zaten wij tussen het hoofdgerecht en het toetje. En we kregen dan uitbetaald naar het aantal mensen wat er was. Dus we kregen gewoon 10 gulden per betalende bezoeker of zo. Ah, 5 gulden. Ging zo'n bar in zo'n pijp, dan kwam je in een grote gedeelte. Daar waren tafels gedekt. Daar hadden wij ergens achter in de kleedkamer gedumpt. Er was geen toilet, dus af en toe piesten we in de wasbak. En dan moest je zorgen dat de baas het niet merkte, want dan hadden we problemen. En dan hoorde je er, zeg maar, waren wij achterin, hoorde je dit zo. Dan hoorde je. Hoor je ook messen tegen elkaar zo. Absoluut. En dan kwam die man in, die zei dan. Er zit een viertje en hij heeft een tweetje afgezet. Zaten er 4 mensen, zaten te eten zo. Ja, dan hoorde je een beetje gemimmel. En ja, jullie moeten hoorden dan na het voorgerecht. En dan moesten we na het voorgerecht begonnen, een half uur of zo. Dan kwam het hoofdgerecht en dan moesten we weer. Dit was het. Kind. Ja. Dit was het, hè? Klopt, ja, dit was het. Dit was het, jongens. Dit was maar het was wit en het zag er heel anders uit. Dus het was ook zwart. Nee, het was wit. Nou, in mijn gedachten was alles zwart daar. En wie kent daar niet het verhaal van de maagd van Orléans? Vermoord! Dat was een kleurige video. Een heel klein. Brand. Wie kent er niet de beul van de maagd van Orléans? Ik ken de beul van de maagd van Orléans. Ik ken de broer van de beul van de maagd van Orléans. Wie kent er niet de vriend van de broer van de beul van de maagd van Orléans? Ik ken alleen de beul. Ik ken alleen zijn broer. Hier komt het verhaal van de vriend van de broer van de beul van de maagd van Orléans. De naam van de vriend van de broer van de beul van de maagd van Orléans is Hans. De naam van de vriend van de broer van de beul van Orléans is Jans. De naam van de vriend van de broer van de beul van Orléans is Frans. Nee, Hans. Oh, Hans. Maar hij is toch Frans? Ja, natuurlijk is hij Frans, deze vriend van de broer van de beul van de maagd van Orléans. Want hij komt uit Orléans. Dus Hans is Frans, want hij komt uit Orléans. Dus Hans is Frans, want hij komt uit Orléans. Die maagd die was geen maagd van Orléans. Was die maagd geen maagd van Orléans? Waar kwam zij dan vandaan? Zij kwam nogthans uit Orléans, maar ze was geen maagd! Ik herhaal, ze was geen maagd! Zo'n meisje, 14 jaar. De vriend van de broer van de beul had gedanst met de maagd van Orléans. De vriend van de broer zag kans bij de maagd van Orléans. Zij is gepakt door die vriend van de broer van de beul van Orléans. Dat zeg ik niet, dat zeg ik niet. En ik wil nu door met die dans uit Orléans. Die vriend had kans bij de toen nog maagd van Orléans. Dat zeg ik toch, zij is gepakt, die hoer uit Orléans. Hij stiet zijn lans bij kans nogthans in de maagd van Orléans. Hans deed het toch zijn Frans bij die maagd van Orléans. Hij was zeer een mans met een zwans, deed de vriend van de broer van de beul van Orléans. Met zijn zwans, met zijn zwans. Jezus, Jezus, bam. Het is veel erger. Het is veel erger. Die maagd die was geen maagd, het was een man en hij heette Jan. Jij bedoelt natuurlijk Jan. Nee, Jan. Was Jan een maagd? Was Jan een maagd? Hij was geen maagd, hij was een ram en hij kwam uit Zwolle. Dus dit is het verhaal
van Jan de Ram uit Zwolle. Hoe zit dat met die brandstapel? Hij stierf in zijn slaap op hoge leeftijd. Wat is hij dan bijzonder aan? Was het soms een bijzonder hoge leeftijd? Nee, niet bijzonder hoog. Wat en loop je dan te zeiken over Jan de Ram uit Zwolle? Hij was wel eens in Orléans. Wie kent er niet het verhaal van Jan de Ram uit Zwolle? Die was wel eens in Orléans. Hoe kwam hij aan zijn eind? Hij stierf op hoge leeftijd, maar niet bijzonder hoog. Wie kent er niet het verhaal van de vriend van de broer van Jan de Ram uit Zwolle? Nee. Joost Nijssel kwam kijken hier toen. En toen zei hij van, nou, jullie mogen in het kleine komen. Ja, en daar, dat is, toen is het eigenlijk van daar af, is het enorm vooruit gegaan. Ja, dat was nou het, echt het doel wat we hadden. Dat is nou alles. Spelen in de kleine komedie, dat was het. En is nog steeds heel erg leuk. Nee, maar dat was waar het gebeurde. Daar moest je komen. En dat was een soort ultieme droom om daar een keer te staan. Ja. Hey, hallo. Hallo. Hey. Hallo. Peter, Albert. Wat doe je dat of we helpen? Neur speelde tot op heden 150 keer in de kleine komedie. Er zijn veel herinneringen, maar ook veel sterke verhalen. Nou, we zijn hier, kijk hier, we hadden een lied met een krop sla. Er lag hier een blaadje sla. Ja. Ik wil een stap doen, ik glij uit over dat blaadje sla, ik ga hierheen en ik klap op iemand scheenbeen, met gestrekte benen op de eerste rij zat. Ik dacht echt, die breekt echt beide benen. Maar ik was ook ondertussen zo met mijn scheenbeen langs dit randje. Ja. En ik denk opeens, oh, wat doet het toch pijn, zeg. Oh, wat doet mijn been pijn. En ik kijk, zij staan echt... En ziet ze echt zo helemaal open. Een onwaarschijnlijke wond. Dus dat was opengespleten. En we hebben doorgespeeld. Ik heb hier ook... Hebben ze de verhalen over Koop van Dijk, dat hij met een punaise in zijn reet doorspeelt? Nou, ik heb hier ook een keer. Hier stond, wat een minkubel. Hier stond een tafel. Zeg. Hier stond een tafel en daar moest ik altijd overheen springen. En ik spring er overheen. Ik had een uitlaat, want dat was een of andere ding. Ik val over die tafel en ik val met mijn nek op die uitlaat. Ja, maar dacht, het bek was erg. Nee, maar ik dacht dat mijn scheenbeen... Nee, ik dacht... Nou, maar wat ik heb meegemaakt was in een ander theater. Ah. Dat is namelijk dat we hadden wondenkinderen, schoten met pijltjes. Van die, met die buizen, weet je wel. Ja. En er zaten dan spijkers in. En ze schoten de spijkers dus in het hout. Ze schoten de spijkers in het hout. In het hout. En dan hadden we geprepareerd pijltjes zonder spijkers. Die schoten ze op mij. Kom je op, we gaan weer eens even... Peter, die schoot één keer. Gewoon tot 3-4 centimeter in mijn hand schoot hij de pijl en ik ben doorgespeeld. Ik heb er een stukje gaffertape op geplakt. Ik ben doorgespeeld. Gewoon door. En wat is nou, ik ben doorgespeeld? Ik raak helemaal in de Ik heb het door een dokter uit laten zoeken, die zei, dat been, dat was het ergst. Joep is doorgedraaid. En toen ben ik dus met die bond, ben ik dus naar de artiestenfoyer, hier ben ik in gekomen, in het foyer. Dat liep hier een plak bloed van mijn benen. Dat liep helemaal zo, dat liep hier. Goed, eerlijk is eerlijk. Wat vinden jullie van Machteld? Nou, Peter, Machteld nogal een seur. Ja, dat is waar, ja. Dat is waar. En jij, Fico? Fico, die vindt dat ook. Nogal, ja. Wacht even, hier hebben jullie het samen al over gehad? Nou, alleen als jij er niet bij bent. Fico, die heeft een paar hele leuke seurgrappen. Nee, dat zou ik niet. Joep, die is op vakantie met Machteld naar Italië geweest. We trekken morgenochtend om 6:00, dan zijn we voor de Finse grens over. Dan zijn we om 5:00 in Zuid-Duitsland. Dan zoeken we daar een hotel en daarna gaan we iets eten. Of we gaan iets eten en dan zoeken we daarna een hotel. Maar we kunnen ook vannacht vertrekken. Dan rijden we in 1 stuk door naar Italië. Zetten we de auto wel even de kant om 1:30, 1.5 uur of 2 uur te rusten. Maar dan zijn we morgenavond gelijk op de camping. Nog even controleren of alles in de caravan zit. Daarna eten we voor de caravan of in de kantine of halen. Want na het eten even de camping verkennen. Even kijken of de familie van Noord is. De familie van Rees even langs zijn kantine. Vragen we meteen hoe het met het zoontje van Carla is. Nou, daar drinken we een flesje rode Lambrusco en dan gaan we lekker slapen. Want het is een hartstikke moe voor de lange reis. Of we gaan eerst nog iets lezen of een potje kaarten. Maar ik denk dat we gelijk gaan slapen. Nou, de volgende dag gaan we s'morgens naar het stadje. S'middags de boot toch? Of s'morgens de boot toch? S'middags het stadje. En doen we boodschappen en de eten is makkelijk. Dus dinsdag gaan we lekker die heerlijke koffie drinken. Ik heb wel een beeld, de haven. En de rest van de dag op het zand liggen. Maar misschien kunnen we dat beter de eerste dag doen. Doen we de tweede dag de boot toch? Maar die derde dag gaan we in ieder geval die wandeling maken. Daar zit de gaten bij het kruis op de berg. Moeten we wel
zelf vroeg vertrekken. Anders is het veel te heet midden op de dag. Dus ik zet de wekker wel op 6 uur of om 6:30. Dan zijn we lekker vroeg terug en dan kunnen we de rest van de dag weer op het strand liggen. Maar we kunnen die wandeling ook naar donderdag verzetten. Doen we woensdag de boottocht en dan koppelen we de boodschap aan het strand voor koffie in het straatje. Nou, dit is vrijdag. Dan gaan we naar Lugano of naar Locarno met die familie van Rees. Want die zijn er nog nooit geweest. En dan komen we terug en dan gaan we lekker even barbecue. Maar na de barbecue gaan we peppertonnen. Kijken of het record van Henk en Tini kan verbreken. Of hadden die ook alweer? 781. Nou, schat, ze hadden er wel veel, maar ze hadden er niet 781. Ze hadden er 781. Goed, ik wil er helemaal geen ruzie over maken. We zeggen gewoon 87. Ja, maar dat was het niet. Want het was iets van 560 of van 500. Ik heb het in mijn vakantieschriftje opgeschreven. Het was 563. Het was 781. Ik wil er helemaal geen ruzie over krijgen. We zeggen gewoon 781. Precies. Maar dat was het niet. Want het was 563. Dan gaan we zaterdag naar de overkant van het meer, waar ze die lekkere yoghurt hebben. En dan komen we terug. En dan gaan we lekker op het terrasje in het stadje zitten. Of we gaan voor de caravan zitten. Of we zitten de caravan op het terrasje. Of het terrasje op de caravan. Nou, dan is het toch alweer een hele week om. Ja, en wat doen we dan op zondag? Je hoeft toch niet alles te plannen? Gent hebben we gedacht van nu gaan we een stap maken. Dus dan gaan we ook andere regisseurs vragen. Mensen om ons heen verzamelen waar we heel veel van kunnen leren. En toen zijn we met Titi Groenestegen. Toen kwam volgens mij Bram van Meulen, Bram van Meulen een beetje naar hoe kijken. Ja. En die hebben ons ook wel een stap verder gebracht in het maken van theater. En het denken over hoe we dat zouden moeten doen. Als je eenmaal speelt, dan is het na 3 jaar een verslaving. Nou, en zelfs met elke verslaving ga je je uiteindelijk pas goed voelen als je iets maakt met elkaar. Ja. Als we weer echt iets geschreven hadden en gerepeteerd en er kwamen weer andere mensen bij die ons een stapje verder konden helpen. Neur speelde in Carré met hun laatste voorstelling Hangplek. Nou, maar het binnenlopen daar, dat je door de artiesteningang komt en je staat op het podium en je ziet die zaal. Nou, dat is toch wel een moment, ja, nou, dat klinkt heel sentimenteel, maar je denkt wel, godverdorie, zijn we toch 15 jaar bezig. En ik was ook echt trots op de ander, en we stonden ook echt van, jezus, dit hebben we aan elkaar te danken. En hier hebben we elkaar toch kunnen brengen. Dit is wat ik wil. Nee, dat niet hoor. Nee. Ik heb geen seconde aan die boy gedaan. Nee, Iboja. Maar wel zoiets van, we hebben dit wel geflikt met z'n drieën, dat wel. Ja, je vlagen na over waar je hebt gestaan en waar je nu dat staat. Dat zei ik, aan het einde van de voorstelling, dan meestal, dat is dan toen een rustig nummer. Ja. En dan ga je echt, dan dreigen de tranen af en toe wel te komen, van dit hebben wij bereikt met z'n drieën. Wat gebeurt er met je als je het Kamarettenfestival 2003 hebt gewonnen? Nou, je krijgt aandacht in de media en ik ben bij een impresariaat gekomen. Impresariaat comedy training. En door die aandacht die je krijgt met het festival gaan de boekingen ook makkelijker. Dus de theaterdirecteur overweegt je misschien sneller om je te boeken. Want ik ben nu aan het werk aan een avondvullend programma. En dus is dat belangrijk. Als je merkt dat je komiek bent of cabaretier bent, dan merk je soms dat je, ja, weet ik veel, andersoortige gedachten hebt of zo dan andere mensen. Als je in de rij staat bij het postkantoor of als je aan het praten bent met mensen op een feestje of zo, dat je denkt van, ja, maar dat er een hele rare gedachte of zo opkomt. Soms zeg je dat helemaal niet, maar dan, als je een podium hebt om het eruit te laten, dan zeg je het wel. Als je in een hele drukke winkelstraat als enige stil blijft staan, vallen twee dingen op. Ten eerste, kinderen hebben disproportioneel grote hoofden. En dat doet soms pijn aan je knieën. En het is heel moeilijk te voorspellen aan welke kant mensen je passeren. Soms denk je links, links, links en is het rechts. Soms denk je door me heen en is het links. Daar valt eigenlijk geen pijl op te trekken. Die wanorde, dat zit kennelijk in mensen. En dat vind ik een fijn idee. Dan denk ik, misschien ben ik niet zo raar. Dat komt eigenlijk, elke dag komt er van alles op je af, hè. Er komt van alles op je af, op mij ook. Maar chaos is er. Daar kun je van op aan. En chaos is je vriend. Als je wil spelen. Dat zit misschien ook een beetje in mij. Mijn achtergrond is een beetje een zootje. Ik ben half Nederlands, half Italiaans. En daardoor heb ik eigenlijk mijn hele leven al een beetje het gevoel dat ik tussen twee kampen zweef.
Met aan de ene kant de Italianen, die naar me kijken en denken, ben je nou een Italiaan? En aan de andere kant de Nederlanders, die me zien en denken, is er nou een Turk? Herkennen ze dan wel. Maar ik heb er ook eens misbruik van proberen te maken. Toen was ik uitstond ergens in de kroeg of zo. En het was een heel mooi blond meisje. Waarvan iedereen zei dat ze juist op Turkse jongens viel. En toen heb ik heel de avond proberen vol te houden dat ik Turk was. Wat wel steeds moeilijker werd. Want ze gingen me ook uitproberen. Ze zeiden van die dingen als van, ja, dit is mijn vriendin Jacqueline. Het is een beetje chagrijnig, want het is ongesteld. Wat is het Turkse woord voor ongesteld? Zurkutje. Wat? Ja, ik zweer het je, Zurkutje, echt waar? Nou, er werd helemaal niks, maar het was wel spel. Chaos is je vriend, als je wil spelen. Voorbeeld, je mag niet bellen in de auto zonder handsfree set. Dat mag niet, hè? Je mag niet bellen in de auto zonder handsfree set. Je mag wel met je auto door de McDrive met een volledige maaltijd op je schoot de snelweg op. Niks aan de hand. Telefoon aan je oor, boe. Big Mac aan je oor, hey. En daarom neem ik nu altijd een willekeurig voorwerp mee in de auto. Mocht ik worden aangehouden voor bellen in de auto. Ja, als die agent me aanhoudt, dan maar uit, tik, 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 tik. Ja. We zijn aan het bellen, meneer. Nee, nee, hoezo? Wat heeft u daar dan in uw hand? Dit is een blik kalfsragoe. Meneer. Meneer, waarom houdt u een blik kalfsragoed tegen uw hoofd aan? Ja, telefoon mag niet, hè? Een beetje klein verzet mag toch wel? Een beetje klein verzet. Ik sta in de supermarkt, sta ik bij de kassa. En die vrouw die vraagt aan me, spart u zegels? Ik zeg ja. En pas omdat ze een hele trits heeft afgescheurd, zeg ik, oh nee, die heb ik al. Als je het echt hebt over grappen, dan kun je dingen... En dan begin je met een idee, dan ga je het podium op, dan merk je wat werkt, dan breid je het uit, dan schrap je dingen. En uiteindelijk heb je een redelijk, qua verwoordingen, redelijk solide ding. Althans, zo werk ik. Een redelijk solide stuk of stukje. En dat schrijf ik soms uit. Of als ik denk van dit is wel de meest definitieve vorm, dan tik ik het uit of dan schrijf ik het uit, dan sla ik het op, dan zorg ik dat ik het ergens heb. Maar voor het zover is, is het wel echt best wel een proces, gewoon van veel proberen. Dus zo ga ik eigenlijk te werk. En het initiële idee kan gewoon een beeld zijn of een zin of een rare opmerking of een naam van iemand. Het is maar net wat je prikkelt. Nou, ik had inderdaad bij de sportschool, want dat was natuurlijk echt gebeurd, maar dat trok ik gewoon niet, omdat ik al die mensen bezig zag. En ik was alleen maar bezig met rare gedachten van als ik nou eens een keer keihard tegen het raam aanspring of zo. Kijk wat die mensen... Ik kon niet gewoon hetzelfde doen als die mensen daar. Weet je, ik kon niet in het gelid gewoon springen en daar gewoon al die oefeningen gaan zitten doen of zo. Waarom niet? Weet ik niet. Kan ik gewoon niet. Dat voelt niet goed. Dus daar ga je ten eerste van binnen tegen ageren. En uiteindelijk ontplof je. Als je er niks aan doet, dan als je er niks uitlaat. Dus dat is jouw noodzaak om op het podium te staan? Ja. Punt. Ja, ja. Nou, die hele sportschoolervaring is helemaal niks voor mij gewoon. Het schijnt trouwens ook dat seks goed is voor je conditie, hè? Zeggen ze ook. Seks goed voor je conditie. Nou, ik snap het wel, maar ik vind het ook een beetje een rare vergelijking tussen seks en sport. Ik ben zelf nog nooit na een intense 3 minuten roeien op de roeimachine in slaap gevallen op de roeimachine. Mooi. Maar het is wel interessant om over na te denken. Lijkt me raar, als je in slaap valt op de roeimachine
en je wordt wakker als slaaf op een galeischip. En het hele idee van de vrije Nederlandse maatschappij was maar een waanbeeld. Die zegt tegen die slaaf naast je, ik had net een rare droom. Ik betaalde contributie om te mogen roeien. De meest eenzame ervaring ooit in de sportschool had ik op dit apparaat. Op dit apparaat. Ken je dit apparaat? Dit apparaat. Tegenover onze sportschool staat namelijk een kantoorgebouw. En terwijl ik bezig ben op dit apparaat, kijk ik door het raam naar buiten, bij het kantoorgebouw naar binnen. En er zit een man achter zijn bureau, mij doodverveeld, recht aan te kijken. En ik heb net extra gewicht op het apparaat gelegd. Ik weet niet zeker of ik slag 2 ga halen. Het is echt... Shit! Get a foot up! En die vent die doet dit. Ik denk, het slaat er helemaal nergens op. Waar ben ik nou mee bezig, man? Het slaat helemaal nergens op. Dit hele apparaat, heel die school. Je hebt helemaal geen spieren nodig voor deze beweging. Waarom heb je spieren nodig voor deze beweging? Die heb je helemaal niet nodig. Tenzij je heel veel indruk wil maken als de bespeler van bekkens in een fanfare bent. Dat je echt bezig bent van... Dat die andere mensen die bent van... Jezus, wat is met Gert-Jan en dan, man? Ja, die schijnt nou te fitnessen, maar... Hij traint maar op 1 apparaat, schijnt. Oh, ik dacht dat hij een Duracell-batterij in zijn reet had. Nee, nee. Hey, waarom speel je eigenlijk op die fluit als je met mij aan het praten bent? Wij zijn ook maar personages in een verhaal. Je moet jezelf niet zo serieus nemen, man. Oh. Kom er maar gezellig bij zitten. Dekkie Dek is het beu. Hij loopt over straat en verveelt zich de tering, zeg ik. En wat ziet hij daar? Een auto! Een hele grote, dikke BMW uit de 7-serie. Hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje. En wat ziet hij? Een radio! Een Pioneer radio, ja. Maar wat zit er in die radio? Een CD-speler, ja. Die zou Dikkie Dik graag willen hebben, zeg. Zouden jullie niet zo'n CD-speler willen hebben? Ja. Dikkie Dik ook. Kijk wat hij doet. Hij pakt een grote hamer en slaat dwars door die reut heen. En meteen begint het alarm van de auto te loeien. En hij begint te rukken en te trekken. Maar oeps op de poeps, wie komt hier aangelopen, zeg? Politie! 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 Politie, ja! Maar gelukkig heeft Dikkie Dik net op tijd de radio te pakken en hij zet het hem op een lopen. En thuisgekomen gaat hij lekker lang uit op die grote sofa liggen. En er zit een hele gezellige, grote, dikke... Spuit! Spuit heroïne in zijn pootje. Nou, dat was maar een spannend avontuur van Dikkie Dik. Zeg maar dag, Dikkie Dik. Tot de volgende keer. Dag! You can dance, but you can't lift me up the way. It's alright, but you can dance.
De Vliegende Panters kozen het kinderboek en een popgroep om te persifleren. En Erik van Muiswinkel kroop in de huid van politici en sporters. Cornelis Vreeswijk, de Nozem en de Non. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de Nozem en de Non. Van de Nozem en de Non. Nou Marcel. Hij in het voorjaar ontmoetten ze mekaar. Hij keek in haar ogen en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Ik geef het woord aan mijn oude vriend Ed van Tijn. Sterk is de liefde, tijdelijk althans. De nons vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. En als de non de rozenkrans vergeet, dan is het recht wat aan de hand. Deze tolerante stad. Onder protest. Vond ik dat nou leuk? Ja. En nee. Een politicus is een vat vol tegenstrijdigheden. Of is het een vat vol? Met wat zwaar aangezet spreekstijl. Is al zo vaak geparodieerd dat ik bij elke medeklinker die ik uitspreek eerst mijn knopen moet tellen. Als je niet genoemd wordt, tel je niet mee, heeft Wim Kan ooit gezegd. En dat was geen grap. Politici hadden er alles voor over om bij deze grootmeester van het cabaret in het gevlei te komen. Ook ik had zo mijn hartewens. Nadat ik een aantal oudejaarsavonden mijn ziel in zaligheid had bezeten, begreep ik dat Wim Kan voor mij te hoog gegrepen was. Het verhoopte telefoontje bleef uit. Mijn begeerige blik viel op Goot. Als ik dan zei dat ik het erg leuk had gevonden, voelden ze de vrijheid om in geschater uit te barsten en hun tranen de vrije loop te laten. Vanaf dat moment was ik niet meer wie ik was. Of juist wel. Waar ik ook kwam, waar ik ook optrad, had ik ongewild de lachers op mijn hand. Soms nog voordat ik een woord had kunnen zeggen. Ik was nu echt een typetje geworden. Sterk is de liefde, tijdelijk althans. De nons vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. En als de non de rozenkrans vergeet, dan is het recht wat aan de hand. Deze tolerante stad. Onder protest geef ik de microfoon aan dokter Hans Janmaat. Spaar je protesten van tijd, want ik ben al lang dood. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze noosje de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is toch gewoon absurd dat een blanke non in de eigen... Nee, dat hoeft niet, want ik heb het nooit... Nee, ja, daar komt hij aan. Kijk dan. Kunnen wij dan eens... 20 jaar geleden, landgenoten, begon ik met niets. Dat is toch gewoon belachelijk. Ik was een roepende. Meneer Janma, in een woestijn van tolerantie en begrip. Begrip voor al het menselijk tropisch wrakhout. Wat het maar behaagde aan te spoelen aan onze blanke kust der duinen. Keer op keer verhief ik, dokter Anders Hans Janmaat, als enige mijn stem tegen de almaar wassende stroom van couscouskauwende equatoriale gelukszoekers. Jaar in jaar uit streden wij met de CD, die grootste strijd, hebben wij gepleit voor uitzetting van deze lieden, middels de drie O's, onmiddellijk, onvoorwaardelijk. En oh, dat jij dat vindt. Meneer Janmaat, komt u nog even terug? Zo. Hier heeft u een schaartje, kan u dat eruit knippen?
Dat is humor, meneer Jan Lauterschaar. Dat is ook humor. Ja, maar laat ik u zeggen, kijk, als de VARA nou niet verder komt dan die persiflage, dan waardeer ik dat totaal niet. En maar wat hij niet hoort, is dat mijn Janmaat dus vertelt wat een enorm succes hij heeft gehad. Hij is niet meer nodig in de Kamer. 20 jaar geleden was hij met niks begonnen. En nu hebben alle partijen hebben stukken overgenomen van wat hij al 20 jaar geleden riep. Dus hij had gewoon zijn gelijk kunnen halen. Maar hij luistert helemaal niet. Hij ziet alleen die kop. En hij weet dat hij daar al een aantal jaren inmiddels mee gepest werd. Ook door zijn eigen mensen. U bent nog steeds in Nederland zo verzuild dat u een ander politiek geluid niet wil toelaten. Waarom kunt u hier niet naar kijken? Ik heb er geen zin in. Waarom niet? Ik heb er gewoon geen zin in. Ik hoef toch iets niet te doen waar ik geen zin in. Wat interesseert mij dat nou? Ik zelf heb het gevoel dat er één pas gelukt is als ik er helemaal in verdwijn. Als ik met de stem en het uiterlijk van dat type zou kunnen improviseren. Ik zou als Willem, dat heb ik ook wel eens gedaan, ga ik gewoon een hele avond, weet ik veel, op een club of een loterij of zo. Dan lul ik die hele avond vol als Willem. Ik maak er geen gewoonte van, maar ik weet dat dat met die figuur kan. Dus op de een of andere manier, die neemt bezit van mij. En dat heb ik met een aantal van die mensen, heb ik. Anton Geesink ook, die neemt dan, daar raak ik dan geheel van in bedwelmd. Als je modulatie. Er staat niet in de statuut en reglementen dat als ik kom, dan is er een modulatie. We wagen het erop. Dankzij juffrouw Jansen aan de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. Toon Hermans. Je speelt een thuiswedstrijd, hè? Want ze liepen namelijk zomaar op het gras, hè? En de politie zei dat verboden was. Hè? Dat het gras verboden was. Ja. Nee, maar mevrouw, maar hij dacht dat het niet verboden was, hè? Maar er stond een bordje op het gras en er stond ook verboden op het gras te lopen. Maar ja, het was zo'n bordje, zeg. Ja, het was een bordje van niks. Nee, maar je weet toch hoe dat gaat? Je loopt dan met je non. En je ziet het hele bordje niet. Zeg, neem maar mevrouw, maar dan moet u luisteren, want daar komt Harry van Rij, zeg. Dat is de voorzitter van PSV, hè? Ja, het is een clubje van niks. Maar het is een goede voorzitter. De non en de nozen, die gingen op de bom. Een schop kreeg de nozen, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non. Volgende week ontmoeten de cabaretiers Kees Thorn, Jeroen van Merwijk, Hans Dorrestein en Maarten van Roosendaal elkaar in een café in de Leidse binnenstad en praten over het schrijven van teksten. Ja, ik heb de grote uitzending. Waar zit je? Hier, Thorn. Zou je niet geloven, Maarten? Dat is wel niet te geloven. Hallo, lieverd. Meer cabaret vindt u op...
Vanavond in Ga eens naar bed met een cabaretier, Maarten van Roosendaal, Jeroen van Merwijk, Kees Toorn en Hans Dorrestein praten over de kunst van het tekstschrijven. Bert Visser probeert een liedtekst te begrijpen. En zijn we op bezoek bij de repetities van de nieuwe spraakmakende voorstelling van De Bloeiende Maagden. Alex Agnew won in 2003 het Leids Cabaret Festival. Hij maakt naar eigen zeggen rock and roll cabaret. Mijn vader was een tremendous Englishman. En mijn moeder was een Belgisch Limburgse. Als er nog niet genoeg nadelen waren om mee op te groeien, was mijn vader ook nog een gigantische fan van Tom Jones en Engelbert Humperdinck. Dus het eerste wat ik hoorde toen ik thuis kwam na een lange stresserende dag school was... It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Da-da-da-da-da. When I see you out and about with everyone, it's not unusual to see me cry. And I wanna die. Ik wist exact hoe Tom zich voelde op dat moment. Ik had zoiets van, yeah, Tom, I wanna fucking die too. Nou, ik was niet zo heldhaftig. Hè. Ik was nogal heel klein en mager. En zo'n pubersnorretje, grote boshaar. Zo'n bril met getinte glazen, want mijn moeder vond dat modern. En ik droeg jaren 70 kleren in de jaren 80. Ik was zo jaren 70 dat ik mijn eigen soundtrack had toen ik op school aankwam. Now you can't tell by the way I use my walk, I'm a woman's man. No time to talk, music, love, you can't do. Vijf grote jongens rond mij. Hey, kleine. Geef die 100 frank zakgeld maar hier. Nee. Meneer zegt nee. Nee. Ah, hij zegt nee. Mijn vader kwam me dan afhalen van school, schaamde zich dood, sleurde mij zo mee. Go to your room, get out of my sight, you make me sick. Ik in de spiegel in mijn kamertje. Dat kan mij nooit meer overkomen. Ik ga karate doen. En dan word ik net als Bruce Lee. En dan zal ik ze wel allemaal iets laten zien. Dan kom ik in school aan. Vijftien man rond mij. Hey you, shorty. Give us your lunch money or we will kick your ass. I'm not looking for trouble. But maybe trouble find you. Just you. Against the 15 of us. I'll laugh in your face. You want my lunch money? Come and get it. Prepare to die. Ik super cool. Toen waren het er nog maar 14.
takes away my lunch money. In Amerika hebben ze Mel Gibson die met een film over het leven van Jezus volle zalen trekt. En wij hebben de bloeiende maagden die een voorstelling aan het maken zijn over Jezus. Weer zijn ze op zoek naar de grenzen van wat er mogelijk is in het theater. En weer zal deze voorstelling voor veel beroering gaan zorgen. De première is op Goede Vrijdag. Wij waren deze week aanwezig bij de repetitie van de nieuwe voorstelling. Iedereen staat stijf van de zenuwen, want vanavond moet de eerste voorstelling voor publiek worden gespeeld. Nou, ik neem nog even door wat ik ga doen. Wat ik überhaupt ga doen vanavond. En zometeen hoop ik dat we nog één keer stapsgewijs door het hele stuk kunnen. En dat dan gaan we vanavond een eerste voorstelling spelen. Goedendag. Hoi. Hier. Dankjewel. Tot eens. Fijne dag. Hoi. Hoi. Wat heb je dit aan voor vanavond? Het is mijn kostuum. Ik ben dit lichaam niet. Dag schat, dat is goed. Ja. Wat is de bedoeling? Hè? Wat is de bedoeling? Ik zie je spontaan filmen. Gaat het goed? Ja, ik was ineens op het moment van dat ik het script doornam en dat ik op het moment dat je weer denkt, oh, het zit er eigenlijk allemaal al in. Ja. Goed, hè? Dat je echt weer veel, had jij het ook? Ja. Dat je als maker weer veel te lang bent dat je denkt, kut, ik moet dit gewoon gaan spelen. Ja. Op dat moment zat ik vandaag. Dus ik was er heel blij mee eigenlijk. Ja. Maar ik word heel boos van het stuk steeds. Ik word steeds... Ja, ja. We hebben natuurlijk al een aantal voorstellingen gemaakt die... langs het religieuze pad lopen, zeg maar. En daarvan is dit een soort uiterste consequentie om het onderwerp Jezus te maken. En ik denk dat het ook, het is, we zijn natuurlijk altijd op zoek naar een soort waarheid of zo. Je bent altijd op zoek naar een soort waarheid en dan kies je een vorm die zich op dat moment aandient. En ik zou bijna zeggen, automatisch na de lege maag, waarin de porno... als vorm, als het die we als vorm gehanteerd hebben, kwam automatisch Jezus op te proppen. Maar ja, als je het nou goed inpakt in de cellofaan heb ik al... Nou, wat we proberen is dat wij, wat we gaan doen, is de ongeautoriseerde versie van het verhaal van Jezus vertellen. Dus de true story. Wat is die functie van die bak? Die functie, die bak, dat is, die gaat twee keer een bijna doodervaring creëren. Eén keer in de vorm van een doop. Dat Minou mij dan al probeert te vermoorden. Maar dan kom ik inderdaad in dat gebied voorbij je denken. Dan kom ik in het gebied waar alleen maar liefde is. En uiteindelijk, als ze mij van het kruis gehaald hebben... en ik dood ben, flikkeren ze mij weer in die bank. Op mijn lieve heer, ze... Hoor ze nou eens lachen. Ze hebben dikke pret, ze hebben met z'n allen mijn kruis omhoog gezet. En op het hoogste punt, daar klapte ik naar voren. Waardoor de pijn nog groter werd. De beest die scheurde door. Waardoor de pijn nog groter werd, want de beest die scheurde door. Pats, daar gaat een spijker door de pees. Nog een stukje verder, want dan zakt hij door het vlees. Au, wat doet dat zeer? Wat doet dat zeer? Zonder een verdoving, mijn God, mijn lieve heer. En dan? Hoor ze nou eens roepen en spotten met mijn naam. Hoor ze nou eens roepen en spotten met mijn naam. Lieve pap, vergeef ze. Want hun treft niet de blaam. Lieve pap, vergeef ze, want hun treft niet de blaam. Ze weten gewoon niet beter. Ze weten gewoon niet beter. En vergeten steeds de mop. 3 dagen, want op de derde dag staat junior weer op. Te geven. Dus de begangbare interpretatie dat Jezus gestorven is voor onze zonde, dat wij daarmee dus voor altijd schuldig zijn, om die letterlijk om Jezus van het kruis te halen. U bent naar Lourdes geweest. We zijn ook nog naar Lourdes geweest, ja. En daar hebben we
Ja, dat was een geweldige ervaring, het was fantastisch. Het zit ook een deel van dat, een stuk uit die reis zit ook in de voorstelling, of dat verwerken we ook in de voorstelling. En we hebben daar ook nog de prachtige kruisweg gelopen met z'n tweeën. En het was ook, ja, het was fantastisch, staan van die meters hoge beelden in brons gegoten, die we zo helemaal die hele berg op. En dan zie je dat hele lijden van Christus tot met vallen en doen, en dat je echt ziet dat dat het hele icoon is. Hoe groter, hoe gruwelijker. Wat, hoe voelde dat zo'n paar uur voor je eerste try-out? Het is in bezig. Ja, dit zijn eigenlijk de leukste momenten, vind ik. Het is, omdat het zo... het heeft iets van gevaarlijk ook. Want je voelt dat je nog niet helemaal klaar bent. Dat teksten nog maar half zitten en dat, wat deden we daar ook alweer. En, ik vind eigenlijk de eerste try-out altijd leuk, als ik eerlijk ben. Kijk, op een première, dan, als je dan niet weet waar je aan toe bent, dan heb je het niet goed gedaan. Dus, maar dit is nog zo midden in het maakproces. En dat is ontzettend spannend. De eerste confrontatie met het publiek, echt. Kijk naar het toneel, ik luister naar de zaal. Mooi, hè? Daarom hebben we hem ook uit. Dat hij dat kan. In een café in Leiden spraken vier cabaretiers over de kunst van het tekstschrijven. Kees Thorn staat al 10 jaar in het theater en valt op als een uniek taalkunstenaar. Jeroen van Merwijk schrijft onder andere voor Kopspijkers en is te zien in het theater met een nieuwe voorstelling. Hans Dorrestein ontving dit jaar de Gouden Harp voor zijn gehele oeuvre. En Maarten van Roosendaal won de Annie M.G. Schmidprijs met het nummer Red Mij Niet. Hallo, lieverd. Hoe begin je met het schrijven van een liedjestekst? Mijn huis staat vol schrijfmachines. Er zit overal papier in dat ik ook niet terug hoef te lopen als ik ineens weet wat het volgende woordje is. Kort van mijn dat is goed, zeg. Ik heb wel over pennen en papier liggen, maar jij hebt de schrijfmachine staan. Ja. Dat ga ik ook doen. Ga verder. Computers, 14 computers. Zodat er ook als ik dingen verander, het helemaal opnieuw moet uittypen. Zodat je, dan zie je wat je al geschreven hebt. Of ik zie wat ik al geschreven heb en denk, hé, dat kan beter. Dat als je, ik heb meestal een blokje, dat is dan één liedje ongeveer. Dus dat begint, dan zit eerst een heleboel door elkaar. En dan ga ik denken van, nou ga ik het schrijven. En dan ga ik kan helemaal niet netjes schrijven, maar dan ga ik proberen dat netjes te schrijven. Dan kan ik ook vinden dat het mooi eruit ziet. Ja, dat als ik dood ben en niemand vindt dat, ze denken, nou, dat is toch onvoorzichtelijk geschreven, zeg. En zonder doorhalingen. Ja. Nou, ik zit gewoon altijd op dezelfde plek achter de schrijfmachine aan een grote tafel. En daar ga ik, als ik mijn krant gelezen heb, ga ik zitten. En als ik bijvoorbeeld een idee heb, een regel of een ideetje, dan begint dat dapper uit te werken. En als jij bijvoorbeeld opgeschreven hebt, ik moest een schaap een tongzoen geven, is het vaak inderdaad een kwestie van logisch doorredeneren. Vanuit die ene regel. Ik moest een schaap een tongzoen geven, het bleek een hele oude ooi. Ze keek me aan met gele ogen, in haar schaapskop lang niet mooi. Wie was daartoe mijn opdrachtgever? Een tongzoen dus, het was voor straf. Ik perste mijn tong tussen haar lippen en toen stond ik zelf paf. Want langs de gele schapentanden in het speekselrijk hol stuitte mijn tong toen op de haren en proefde scherp de smaak van wol. Ik, bij mij gaat het dus inderdaad over het algemeen. Ik heb het niet over goede teksten of slechte teksten, maar hoe snel het gaat. Als je eenmaal een idee hebt, nou dan heb je dus toch binnen een half uur staat er een tekst op. Je moet alleen niet vragen hoe die is. Ja. Vergeleken bij hoe die kan worden, want dan moet ik verbeteren. Ik bijna altijd, als ik zo'n ding zo'n beetje in de stijgers heb staan, ben ik altijd behoorlijk tevreden. Ik denk, weet je wat, we stoppen het in een map, de tijd doet alles. Als je dan een week later of een maand later kijkt, dan is het toch een kwestie van verbeteren. God mag weten voor wie ik niet heb gebogen. Ik boog voor koning, zowel als voor lakei.
Ik keek de meester en zijn slaven naar de ogen. Voor edelman en bedelman, ik boog voor allebei. Ik boog voor heren, even diep voor knechten. Ik heb gebogen voor de maagd en voor de hoer. Ik kreeg geen ogenblik de tijd mijn rug te rechten. Maar mijn ruggengraat begaf het en ik zwoer. Ik zal nooit meer buigen, niet bij voorspoed, niet in nood. Ik zal nooit en nooit meer buigen tot de dood. Ik zal nooit en nooit meer buigen tot de dood. Wie zich vernedert wordt vertrapt, zo is het leven. Na elke trap was weer een buiging mijn repliek. Op laatst was ik in buigen zo bedreven dat ik op het podium geraakte voor publiek. Maar mijn besluit staat vast, ik zal nooit meer buigen. Niet voor goedwillende en zeker niet voor tuig. Blijf recht overeind, al staat de zaal me toe te juichen. Want ik mag barsten als ik ooit nog buig. Ik zal nooit meer buigen, niet bij succes en niet in nood. Ik zal nooit en nooit meer buigen tot de dood. Want ik mag barsten als ik ooit nog buig. Ik mag barsten als ik ooit nog buig. Wij maken natuurlijk echt theaterliedjes. Die moeten toch in principe aankomen bij een zaal. In één keer? In één keer. Ja. En je moet dus de gedachte die je hebt, die best ingewikkeld kan zijn uiteindelijk. Je moet althans, heel helder neerzetten. Je moet ze heel helder formuleren. Maar daarom is het ook zo belangrijk om het aan anderen te laten lezen. Ja. Want jij weet wat jouw idee is. Het is heel moeilijk vind ik om voor mezelf te beoordelen van is dit duidelijk genoeg. Als je het leest, dan is het vaak iets heel anders dan wanneer je het hoort. Maar jij kunt schrijven op een manier die heel goed te lezen is, vind ik. Dus dit ligt naast mijn bed, dit boek. Daar kan ik dus gewoon lezend van genieten. Dan hoor ik waarschijnlijk wel een gedeelte van hoe je het doet. Maar toch is het gewoon om te lezen er zit heel veel in. Het heet evolutie. Soms heb ik van die dagen, en niet alleen bij fietsweer, dat ik mijn fiets pak en mij uit dit dichtbevolkt gebied smeer. En als ik even later in de stilte langs de Vliet scheer, vergeet ik al mijn ergernis en hoef ik verder niets meer. Ik vind het maar omslachtig om rechtop te moeten lopen. Ik heb er al zo'n moeite mee om 's morgens op te staan. Voor mijn part zouden wij niet eens de zee uit zijn gekropen. Er waren nog pantoffeldiertjes in de oceaan. De helft van onze handen die we door een voet vervingen, omdat we niet op handen wilden lopen, zijn we kwijt. Ik wou dat ik 4 handen had. Maar ja, zo gaan die dingen. Je gaat een evolutie doen en later krijg je spijt. En welke gek er ooit met dat bewustzijn is begonnen, is in een toestand van verstandsverbijstering geweest. Nooit had hij anders zoiets onbegrijpelijks verzonnen. Het duidt niet op een grote tegenwoordigheid van geest. Was iets van deze wantoestanden tijdig te voorspellen, toen in de oersoep volop werd gedeeld en voortgeplant, heeft een van al die zich vermenigvuldigende cellen nog meegedeeld: dit gaat niet goed, dit loopt nog uit de hand. Het tij is niet te keren, denk ik. En ik pak mijn fiets weer en kijk nog even om voor ik tenslotte resoluut nog verder bij de stad vandaan, langs kreupelhout en riet speer en zwaai met al mijn handen naar die vuut. Wat hier zo mooi aan is, is dat het ook zo wonderschoon en kloppend geschreven is en in zijn pretentie nergens uit de bocht vliegt. Het is allemaal zo ontzettend goed verzorgd. Ik zit me helemaal wezenloos te puzzelen om puzzelt, het zo te krijgen dat het klinkt als spreektaal en heel natuurlijk klinkt. Juist. Terwijl als je het als tekst bekijkt, lijkt het Sinterklaas. Maar je kent dat soort moeders wel. Misschien heb je er zelf een. Misschien bent je er wel een. Nou, als de mijne, als die opbelt, je krijgt altijd hetzelfde gesprek.
Hallo, met ma. Ik dacht, het is alweer zo lang geleden. Dus ik dacht, ik bel maar weer eens even om te vragen hoe het is met jou en met je technicus. Hoe heet die ook weer, Chris? Want tante Stien vroeg ook al of je nog in Naaldwijk op kan treden. Ja, heel toevallig kwam die toen we aan de koffie zaten in de Koningshoek. Je weet wel, net vanmiddag uitgerekend langste is het als je weer in Naaldwijk optreedt eerste rang. Zoverder was er weinig tijd om even bij te kunnen praten. Want hooguit tegen vieren moesten wij er weer vandoor. Omdat de man van Karin, weet je wel, dat is de dochter van de mijne, voor de deur zou staan. Omdat wij zouden passen op de kleine. Jongen, dat is trouwens wel een druktemaker, hoor. We kunnen er toch niet zo goed mee tegen als we dachten. Ik ben uitgeput en nou lig ik wat bij te komen op de bank. Je wordt er gek van heel de dag gejengel en gejank. Nu moet ik ook nog op gaan ruimen, maar dat kan wel even wachten. Want als ik daarmee klaar ben, loopt het tegen etenstijd. Dat wordt dus pizza, want ik heb echt helemaal geen zin meer om te koken. En nu ligt hier ook nog heel de straat al weken opgebroken. Dus voorlopig kunnen we hier nergens meer de auto kwijt. Met oma gaat het goed. Ze is alleen een beetje moe, maar dat is logisch na die onderzoeken van de afgelopen dagen. Want ze is vanmorgen uit het Dijkzicht ziekenhuis ontslagen. Dus vanmorgen moest ik met de auto naar het Dijkzicht toe. Ik heb de hele dag nog geen seconde stilgezeten. Dus ik ga op tijd naar bed, want morgen moet ik bij de tandarts zijn. Want als ik eventjes niet praat, dan al mijn kiezen pijn. Dan zul je trouwens de verjaardag van je neefje niet vergeten. Ik hoorde dat, hoe heet ze, Els een huis in Drenthe heeft. En dat is grappig, want ik dacht nog dat ik haar maar weer eens op moest bellen. Verder heb ik voor de rest niet zoveel spannends te vertellen. Dus ik ga maar weer eens hangen. Of had jij nog wat beleefd? Is een tekst, heb ik een tekst geschreven, omdat ik hou me ook niet altijd met rijm bezig. En dan denkt iemand mij een compliment te maken door te zeggen dat ik poëzie schrijf. Ja. Dat ervaar ik helemaal niet als compliment, want ik schrijf liedjes. Ja. Ik ben iemand van liedjes. Ja. Maar poëzie, dus waarom... is liedjes. Nee, maar poëzie is iets anders. Poëzie, daar kijk je naar. Ja. Dat moet mooi op een blad zijn. Ja. Ik heb binnenkort ook zo'n boek, dus nu zie ik dat allemaal uitgeschreven. En daar staan, naar mijn idee van de 80 dingen die erin staan, misschien 2 die qua bladvulling... Ja, of ik denk van, nou, als je dit publiceert, dat zou best in een dichtbundel verdwaald kunnen raken. Toen ik zo'n jaar 15 bezig was, toen zeiden de mensen tegen me, Hans, wat maak je nou druk? Wat is nou een liedje? Om die liedjes, nou, wat dat is een liedje? Ja. Dat vind ik nou juist het allermooiste. Ja. Dat vind ik het hoogst bereikbare. Ik hou zelf erg van liedjes die een soort, een soort onplezierig gelijk hebben. Ik vind het altijd wel zelf heel prettig om iets naars te horen. In een soort naar gelijk. Ik heb ook wel gevoelige dingen geschreven. Althans, ik moet zeggen, als over liedjes. Ik heb een liedje geschreven, ik wil de glimlach om je mond zijn. Prachtig. En dat vind ik een mooi liefdesliedje. En dat is meer poëzie. Als kind wou ik de allerrijkste man die ooit bestond zijn. Of linkerspits van Feyenoord. En dat je dan een hat-trick scoort. En als dat echt niet kon, wou ik James Bond zijn. Of Donald Duck, of Yogi Bear. Die dingen wil ik nu niet meer. Ik wil de glimlach om je mond zijn. Ik wil de glimlach om je mond zijn. Wat anderen je klachten zijn, je droevige gedachten zijn. Ik wil de glimlach om je mond zijn. Van heel veel mensen moet een bontjas echt per se van bont zijn. En elke cruise een dure cruise. En elke blouse een dure blouse. En zelfs de hond, dat moet een dure hond zijn. Mijn geluk kost mij geen cent. Ik ben blij als jij het bent. Ik wil de glimlach om je mond zijn. Ik wil de glimlach om je mond zijn. Laat anderen je rimpels zijn. Ik wil je vlag, je wimpels zijn. Ik wil de glimlach om je mond zijn. Ik probeer de chaos in mijn kop te lijf te gaan door juist te ordenen. Daarom worden het ook steeds liedjes die zo verschrikkelijk metrisch zijn en rijmen. Omdat het lijkt net of zo'n probleem dan afgerond is. Klaar is. Dus ik ben het meest blij met een liedje waarin een probleem wat mij bezighoudt opgelost wordt. Juist. Oh, grappig. Ja. Welk nummer bijvoorbeeld? Streepjescode is er eentje. Juist. Oh ja. Dat ook. Dat gaat over mijn vader die overleed net toen ik hem leerde kennen. Daar heb ik 10 jaar mee gezeten. 10 jaar daarna kwam pas dat nummer. Waarin ik gewoon in 5 coupletten uiteenzet wat er met mij aan de hand is. Het staat daar en ik ben van het probleem af.
En dan heb ik mijn doel al bereikt. Omdat je sinds de scheiding min of meer werd doodgezwegen en de familie al mijn vragen steeds ontweek, heb ik wat jou betreft zowat geen informatie losgekregen. Behalve dat ik sprekend om mijn vader leek. Maar toen ik jou wou leren kennen, werkte niemand tegen. En dat ik veel van jouw gedachten deelde, bleek. Ik had een geestverwant ontdekt, dus kwam het uiterst ongelegen. Dat jij werd weggeteerd door kanker en bezweek. En alles wat je naliet was een stapel oude boeken. En daarmee zit ik nu al jaren opgescheept. Ik sla er af en toe een open om er sporen in te zoeken. Soms is een zin door jou met potlood onderstreept. Het is toch niet ondenkbaar dat ik via die methode alsnog iets over wie je was te weten kon. Je hebt per ongeluk een zelfportret geschetst in streepjes code. Al staat bij wat je onderstreept en nooit waarom. Had wat je las voor jou een zekere bekoring? Was het een tekst die iets teweeg bracht in je geest? Was dat om aan te halen bij een overhoring? Of zou het boek eerst van een ander zijn geweest? Ik schrok er al van hoeveel mensen het herkennen. Hoeveel mensen, ook van mijn eigen generatie, precies hetzelfde hebben meegemaakt. Ook hun vader verloren net te vroeg. Net. Ja, kennelijk komt dat heel veel voor. Maar ik vind het gek dat je dit liedje noemt, omdat je daar die prijs voor hebt gekregen. Dat vind ik leuk dat het een combinatie is. Ik denk dat bij mij is het Red Me Niet, is ook gewoon mijn beste liedje. En het is frappant dat je daar dan ook die prijs van krijgt. Ik vind het beste liedje niet hoor. Ik speel het veel en ik vind het eigenlijk steeds beter worden. En ik kan me heel goed voorstellen dat als ik 70 ben en ik leef nog, dat ik dat liedje speel. Maar zo heb ik bijvoorbeeld dat liedje Kerkhofganger, dat heb ik gemaakt omdat ik dacht, hoe ver kun je gaan? Ik verkneukelde me erin, want ik vond het heerlijk om daarmee door te gaan. En dat heb ik dus heel erg duidelijk zo opgebouwd om ze te chockeren. Maar het was tegelijkertijd amusement. Dat ritselt op de achterweg, de Dalmse steeg voorbij. Er glipt een schaduw langs de heg onder de bomenrij. De wind kreunt in de oude eiken. Hij kan geen hand voor ogen kijken, maar de maan breekt door het wolkendek en hij klimt over de muur de gek. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht. Bij een vers gedolven graf werpt hij zijn mantel af. Hij stoort een dode in haar rust, want zie, hij bukt en bukt en kust. Bij de maan haar schaarse licht kust hij haar marmerbleek gezicht. Dan scheurt hij zijn hemd van het lijf, bespringt de dode, koud en stijf. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht. Hij rukt de kleding van de vrouw, huiverend van genot en kou. Levende vrouwen zijn hem te heet, te willig met hun lucht van zweet. Bij het kreunen van de eiken schendt hij nog een drietal lijken. Daar krast de raag, daar roept de ouw, hij opent nog een verse kou. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht. Het kerkhof, het kerkhof, het kerkhof bij nacht. Van vrouwen lijken met lang haar, breekt hij de benen van elkaar. We zien een dode half vergaan, maar daar trekt hij zich niks van aan. Haar borsten zijn al weg aan het rotten, zacht haar schedel, broos haar botten. Eindelijk komt hij hijgend af en kruipt bevredigd uit het graf. Voor hij huiswaarts zal gaan keren, klopt hij de maden uit zijn kleren. En na het horen van dit lied is een pedofiel zo erg nog niet. Ik verzin eigenlijk nooit wat als ik een liedje schrijf. Ik beschrijf... In het begin ook niet? Huh? In het begin ook niet? Vroeger? Huh? Nee, ik heb altijd geschreven over dingen die er waren.
krappe schoenen. Ja, misschien ook wel, ik zal ongetwijfeld wel eens een keer iets idioots hebben. Maar over het algemeen, kijk je om je heen, zie je dingen. Je hoeft nooit iets te verzinnen. Dat is het mooie van cabaretier zijn. Ja, en gelukkig, dat is ook het tegelijkertijd waardoor de literatuur zo op ons neerkijkt. Wij houden nog gewoon vast aan, jongens, doe wat je voelt, ziet en waarneemt. Ja, maar dat is cabaret ook wel. Ja, dat is cabaret, maar dat mag in de literatuur niet. Dat moet verbeelding zijn. En dat is nu juist waar een cabaretier behoorlijk ver vanuit de buurt blijft, volgens mij. Ja, volgens mij ook, ja. Dat is een wezenlijke kant van cabaretier zijn. Dat je het hebt over de werkelijkheid om je heen. Ja. Dus je kunt wel dingen leuk formuleren, maar je kunt nooit dingen zo krankzinnig maken als de werkelijkheid. Dat lukt nooit. Heel veel dingen die je ziet, die kun je in een liedje niet eens gebruiken, want dat gelooft niemand. Na deze ontmoeting van de tekstschrijvers in het café probeert Bert Visser de diepere betekenis te begrijpen van het lied Brandend.